Het is vandaag donderdag 11 augustus en het is nu de eerste echte dag dat we op het maincamp zijn. We hebben net ontbeten, baguettes, en nu moeten we verzamelen bij ons district. Dus daar gaan we nu heen. En zij hebben er zin in. We zijn hier bij onze activiteit. We gaan allemaal dingen doen om onze horizon te verbreden. En we moesten iets uitkiezen op het bord en daar ga je een activiteit volgen. Dus we zijn nu naar een activiteit gelopen. Morning guys! Morning! We moesten zoveel mogelijk verschillende talen ik hou van jou verzamelen. En dit zit allemaal op mijn benen. Ik hou van je. Pimo. Je t'aime. Amodette. Pequino. Piquero. Singapore. Oi. Manurak is je Sintra. Ik lieb die. Ja, dat hebben we met je. Ja, dat hebben we. Roos miljard nu. Check nu alles die dik. Check nu alles die dik. Pirul Sunku. Perli Shontala. Autoshot. What the fuck is wrong? Middag en we zijn net weer naar nieuwe ronde workshops gegaan. Daphne en ik zijn naar een upcycling en zero waste workshop gegaan en daar hebben we het gehad over hoe je dingen kan hergebruiken en hoe je het nog een keer kan gebruiken of op een andere manier. En ook hoe je, ja, dat er een familie is ergens die helemaal geen afval produceert of heel weinig en hoe ze dat doen. Het was wel interessant, maar veel dingen wisten we al en nu gaan we iets creatiefs maken. Had ik een fotolijstje gemaakt en Daphne had een haarband genaaid. En mijn fotolijstje is op zich wel mooi geworden en Daphne de haarband ook. Dus we zijn allebei tevreden. De middagactiviteiten zijn nu afgelopen en we gaan zo beginnen met het koken. Maar het is een beetje jammer, want we hadden van het contingent, dat is niet jammer, maar we hadden van het contingent extra dingen gekregen die over waren. Dus we hadden van die naambandjes gekregen en extra zonnebrillen en klompjes en van die contingentspatches om, en dan konden we het verdelen, zeg maar. We hadden precies 8, want we zijn met z'n 8. En we hadden er net een meeting 's middags om wat dingen te bespreken en toen ben ik heel even 2 seconden weggelopen bij die doos, in ieder geval heel even weggelopen, en nu zijn dus onze badges weg en een van die contingentspatches mist. Dus waarschijnlijk heeft iemand van onze eigen rood nu gewoon spullen van ons gepakt. Dat vind ik eigenlijk wel heel jammer, dus we gaan straks of in ieder geval eventjes aangeven van joh, we vinden het wel heel jammer dat dat is gebeurd. Dus ik ben benieuwd hoe het afloopt. Ik hoop dat ze zo aardig en goed, slim genoeg zijn om ze terug te geven. Of in ieder geval terug te leggen. Dat we hoeven natuurlijk niet per se te weten wie het is. Tijdens het tweede voorbereidingsweekend hebben we geoefend met koken op vuur. En vanavond is de eerste avond waar we op vuur gaan koken. En wat krijgen we om te koken op vuur? Bruschetta. En that's it, zeg maar. En heel veel baguettes. Dus dat vind ik het wel een beetje jammer. Want we hadden echt wel verwacht dat we wat uitdagender voedsel kregen om te koken. Dus we zijn nu bezig met een vuurtje daar. En dan gaan we maar de broodjes toasten. Want dat is het enige wat we hoeven te doen. Theo en ik staan nu even voor de scoutshop om te kijken. Een kleine shoplog van de scoutshop. Hier komt hij aan. Ik heb 2 badges gekocht. De Franse contingentsbadge en een Roverway badge. En het Roverway t-shirt, want de trui was al uitverkocht. Dus de voorkant. En oh, daar komt ie. Drum drum. De achterkant. Yay.
Hoi, het is inmiddels avond en we zijn het avondprogramma aan het doen. Het zijn allemaal kleine stukjes zoals een sketch en een liedje en een dansje en een zo'n Chinese lichtmuur, zeg maar. Dan gaan mensen erachter staan en dingen uitbeelden en memespel. Dus op die manier presenteert iedereen zijn road of wat ze hebben gedaan. En wij doen dat ook. Ik zit met een vanuit ieder land hebben we iemand en daarmee presenteren we. Wij gaan een liedje zingen. We helped to reconstruct a castle. Okay. We made a song about our days and we're gonna sing it for you. Okay. And then we'll explain you. Come on, so the European sun. It's Thursday night and the fire is on. Gonna cut some trees and prepare the meal. Build a house of bees and climb the hill. Hit the workshop, hit the workshop. I got all I need. But I ain't got tools, I ain't got tools. But I got you, baby. That's licht. Het avondprogramma is nu afgelopen. Je kan nog naar feestjes doen, de barretjes en de foodhouses. Maar ik ga mijn camera hier laten. Ik zou nog even. Doei. Ga lekker. Ik laat mijn camera hier. Tot morgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende vlog. Doeg!